Doe hetgene wat ik zeg. Nee. Ja, ja! Dankjewel. Oké. Okay. Yo mensen, mijn naam is Jesse. Welkom bij een nieuwe video hier bij mijn kanaal. En vandaag hebben wij een iets andere video dan normaal. Eigenlijk niet, want vanavond om 7 uur komt er gewoon een normale Fortnite video online. Maar vandaag, om 4:30, gaan wij eventjes een try not to say wow challenge doen. Oftewel, probeer geen wow te zeggen. We gaan filmpjes kijken die gewoon wow zijn. Wij hebben 5 levens. Telkens als ik een keer wow zeg, gaat er een leven weg. En als wij dood zijn, dan zijn we dood. Ja, zo simpel is het. En als we winnen, dan winnen we. Ja, het is niet heel lastig. Heb je daar nou zin in? Smash even je blauw duimpje omhoog. Zou ik heel erg waarderen. Klik ook even op een belletje, want ik merk dat heel veel mensen mijn video's niet zien. Dus als je al mijn video's wil zien, moet je even op een belletje klikken. En shout-out naar deze persoon voor het volgen op mijn Instagram. Wil je nou ook een shout-out in een van mijn volgende video's, dan moet je mij volgen op Instagram. Link in de beschrijving. Maar laten wij maar gaan beginnen met de try not to say of probeer geen wow challenge te say. Ja, jullie snappen het idee, oké? Ik kom niet lekker in mijn woorden. Let's go. Oké, we hebben hier het eerste filmpje. Wat gaat hij doen? Hij heeft gewoon een glas. Dat is een biertje, denk ik. Hij heeft een biertje in zijn hand. Maar wat gaat hij met dat biertje doen? Want ik mag geen wow zeggen. Ik heb nu 1 keer wow gezegd, dus het gaat een leven weg. Ik mag niet dat ene woord zeggen. Hij doet het in... Wow. Ik weet niet wat daar gebeurde. Geen wow. Ik heb weer wow gezegd. Ik heb... Oké, die tellen we niet mee, oké? Oh mijn god. Oh, ik wil zo graag het woord zeggen, maar ik mag het gewoon niet zeggen. Wat doet hij? Oh mijn god. Hij doet gewoon bier in de krant. Dan haalt hij het er weer uit en dan doet hij het er weer in. En dan vol drinkt hij biertje op. Oké. Maar dan ben je best wel een held hoor. Dit is best wel sick. Dit is echt heel erg vet gedaan. Oh mijn god. Wat is dit? Oké, ik ken die dingen nog wel. Die kon je vroeger op de trap leggen. En dan ging zo poep, 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 poep. En dan ging ze van de trap af. Oké, dat was best wel sick. Bellenblaas in een bellenblaas. Er zitten meerdere bellen in een bel... Ik zei het bijna. Ik zei het bijna. Ik zei het nog niet. Oké, dit is echt heel erg vet. Echt, ik vraag me af. Hoe wil je dit in godsnaam kunnen doen? Wat doet ze nou? Ze eet hem op. Huh? Er zit ook nog eens rook in de bel. Oké, dit is een neppe man. Dit is een beeld van een sigaar. Oh mijn god. Echt, dit is oprecht zo lastig om geen wow te zeggen. Ik heb de... Oh, ik moet daar echt mee stoppen. Ik moet echt stoppen met dat woord zeggen. Check dit. Oh mijn god. Dit is echt sick. Oh... Echt, het lijkt wel een stopwoordje van me. Ik vind het oprecht lastig om het niet te zeggen. Wat gaat hij doen? Ik zei niks. Hij klimt even een gebouw op. En hij valt. Dat was best wel sick. Wat is hij nou weer aan het doen? Hij gaat dit halen. Hij redt het gewoon. Hoe is het mogelijk om dat te doen, jongen? Dat is niet normaal. Wat doet hij nou weer? Oké, dat is een hele vette manier om kaarten te schudden. Mixing aluminium moet... Mercury is crazy. Ik heb geen idee wat Mercury is. Ik heb oprecht geen idee. Wat gaat hij doen? Ik zie een balletje. Ik zie een balletje in metaal of zo. Ik weet niet wat hier zo bijzonder aan is. Ja, heel erg cool filmpje. Not. Ik heb oprecht geen idee wat het is. Oké, nu gebeurt er wel wat raars. Wat gebeurt hier? Hallo? Waarom groeit dit out of nowhere? Is dit doorgespoeld of is dit echte tijd? Wat is dit? Dit is best wel satisfying. Dit is oprecht best wel satisfying. Alleen wat er... Ik snap alleen niet hoe dit kon. Hoe kan dit? Jongens, wat is dit? Wat is dit voor raar spul? Oh mijn god. Me, I have 1 hour to finish my essay. Oh, die is gewoon het vliegtuigje met allemaal propellers. Is hij gewoon dan blijft vliegen. Dat is best wel sick. Oké, we zagen een basketbalmannetje. En nu draait hij naar links. En nu zie je een doodshoofd of zo. Nummer 23. Oké, dit is echt heel sick gemaakt. Oh, deze ken ik. Deze is echt heel vet. Het is gewoon een man. Hij heeft allemaal stenen op een rijtje gelegd. Daar tikt hij ze om. En dan als domino's vallen ze naar beneden. Maar dan denk je, allemaal scheve stenen, weet je. Wat heb je daaraan? Maar wacht maar. Ik ga niet heel veel meer zeggen. Wacht maar, totdat al die stenen om zijn. Dan gaat er echt wat heel erg sicks gebeuren. En hoeveel stenen zijn dit wel niet? Dit duurt echt heel erg lang. Wat gaat er gebeuren, jongens? Laat even weten in de comments wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Kijk de stenen gaan. Het lijkt wel Domino Day. Domino Day. En hij is er bijna. Jongens, kom aan. Wat gaat hij doen? En dan, let op. Hoppa. En ik heb trouwens echt geen idee hoe dit mogelijk is. Maar alle stenen liggen gewoon in één keer op zijn plek. Ik weet niet hoe het mogelijk is. Maar dit is...
Het is geen waard, geen wow waard, maar het is wel vet. Oké, dit ken ik. Nu moet je eraf krassen en dan moet je er een vuurtje onder doen. En dan gaat het op heel raar omhoog. Moet je me opletten, dit is echt heel vet. Dus eerst wegkrassen, ja. En dan doe maar, pak je vuurtje. Check dit. Dit is zo vet, ik heb dit ook een keer geprobeerd. En ik heb toen een cd verpest, ik weet het. Een of andere film, ik weet niet eens meer welke film. En let op. En dan moet je blazen, En dan blijft het hard. Dit is zo vet, jongen. Russian gas pump, hose frozen, oké. Okay. Oh, wat? Dit is gewoon een slang die gewoon rechtop staat en bevroren is. Oké, dit is best wel vet, hoor. Dit is echt best wel vet. Check dit dan. Even een tolletje. Oké, maar wat gebeurt er als je dit hard draait? Wat? Hij draait hem andersom en dan opeens draait hij op zijn puntje. Oké, oh mijn god. Eigenlijk moet ik een try not to say oh mijn god challenge doen. Misschien dat dat handiger is. Oh, hij heeft een hele kale plek op zijn hoofd. En dan met poeder, met zwarte poeder, gaat die kale plek weg. Maar dit is gewoon letterlijk je hoofdhuid zwart verven, denk ik. Zoiets. Maar hey, het werkt wel. Ik zei het niet. Dit is echt heel vet. Je ziet letterlijk bijna niet eens meer dat het gewoon zwarte huid is. Het is net zoals haren daar gewoon. Alsof hij opeens meer haar heeft. Oh mijn god, dit is echt heel vet gedaan. Als ik ooit kaal word, dan wil ik dat spel ook hebben, jongens. Echt waar. Oh, oké, deze ken ik volgens mij. Dit is... Dit perspectief is zo... Oké. Niet zeggen, Jesse. Niet zeggen. Wat gaat hij doen? Oh, hij laat gewoon zijn duct tape vliegen. Oké. Dat is best wel sick. Ga even zijn duct tape laten vliegen. Doet hij goed. Maar hoe in godsnaam wil je dit doen? Wat zijn dit voor rare beestjes? Wat is dit? Dat zijn wortels? Is dit een plant of zo? Ik kan wel wow zeggen, maar ik heb geen idee wat het is. En trouwens, mijn hartjes zijn echt al lang weg. Huh? Oké, nu word ik gek. Niet zeggen, Jesse. Wat is dit nou weer? Dit lijkt een beetje alsof je een filmpje kijkt en dat hij helemaal geglitcht is. Is dit een filmpje of is het nou daadwerkelijk ook die plant? Ik heb echt geen idee. Maar dit ziet er echt heel raar uit. Ga hier alsjeblieft niet in. Ik word hier misselijk van. Ik weet niet wat hier gebeurt. Dit is niet eens een wow waard. Het is meer een what the fuck waard. Met z'n vieren. Een salto achterover. Oké, dit is oprecht echt heel erg sick. Met z'n vieren. Een salto achterover. Kijk ze gaan. Oh shit. Oh, kijk zo, ik schreeuw erna. Wat is dit nou weer voor ding? Wat is dit nou weer? Huh? Hij beweegt. Wat? Ik weet oprecht niet wat dit is. Dit is zo raar. En hij slaat kapot en er komen allemaal glitters uit. Maar hoe kon hij het met zijn kracht zo eruit halen? Wat gebeurt er met deze slang? Deze douche, die zit vol met demonen. Hij denkt eerst zo... Hé? What the fuck? Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Oké, deze ken ik. Dit is echt sick. Let op. Links is licht. En hier is links ook licht. Oftewel... Het verandert van kleur, maar dat komt door de schaduw of zo, maar dat ziet er... Ik vraag me af, zou dit echt er ook zo uitzien of alleen op video? Oh, die eet even die hele lepel op. Oké, dat was echt heel random, wel vet. Yo, ga me niet zeggen dat je hem in de hol krijgt. Sowieso. Tink. Oh mijn god. Dit is echt heel vet gedaan. Oh god. En nu, tik hem erin. Tik hem in de hol. Hoe filmt hij dit? Met een GoPro op zijn hoofd of zo? Ah, waarom tikt hij hem nou niet in die hol? Dat verpest dan weer alles, hè? Waarom bewegen deze potloden uit zichzelf? Wat gebeurt hier? Waarom bewegen dit uit zichzelf? Dit zijn spoken. Dit is het levende bewijs van spoken. Oh, hier hebben we deze gozer weer. Alleen nu bij een trouwfoto. Waarom doet hij dit weer? Hij doet het gewoon... Hoe kan je dit doen? Ik zweer het je. Het zijn wel voor die gladde muren, dus daar heb je wel veel grip tegen. Het klinkt raar wat ik zeg, maar het is zo. Oké, geloof me dan maar. Het is zo. Oh, met een eitje. Check hem doen. Oké, deze ken ik. En dan houdt hij hem zo en dan pelt hij dat eitje op zijn stokje. Dat is echt vet. Op zijn spatel, moet ik zeggen. Ja, doe het. Anders ben ik heel erg teleurgesteld. Ik ga echt teleurgesteld zijn als je het niet doet, hè. Ja. Nou, een rondje om de wereld deed hier even bij. Oké. Ja, het is leuk geweest. Doe hetgene wat ik zeg.
Nee. Ja, ja, dankjewel. Oké, dat is hetgene wat ik wil hebben. En dan maakt er een hartje van. Wat schattig zeg. Oh, wat lief. Oh, en zelfs een pijltje erheen. Oh, wat leuk zeg. Maar mensen, heb jij genoten van deze video? Laat het even weten door middel van een blauw duimpje. Zou ik heel erg waarderen. En zoals ik in het begin van de video al zei, klik ook even op een belletje als je al mijn video's wil zien. Abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik later mensen. We'll be right back.